zie wel dat we hier een betaalautomaat hebben. In ieder geval voor de parkeergarage, denk ik. Of wat is het? Nee, het is de Albert Heijn. Hey gasten van het Gamekanaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer in Amsterdam-Noord-Holland, omdat jullie dat zo'n leuke surf vonden. Dus laten we gelijk even een autootje pakken, want ik ben als dienst van de politie. Misschien moet ik even een paar trainingen volgen, zodat ik wat meer auto's erbij krijg. Laten we even deze auto pakken, want dit is nu de enige auto die gefixt is. En laten wij eventjes een dienstje gaan draaien. Als we hier het hek uit gaan, dan gaan we eventjes kijken waar we zo meteen naartoe gaan in de map. Ik parkeer heel eventjes mijn autootje hier. En dan zet ik heel eventjes mijn Roblox geluid achter en dan ben ik zo weer terug. Ik wil niet te veel knippen vandaag. Het gameschaaf, je weet zelf. Nee, het game konijn zei ik. Goed, laten we in ieder geval even de radio openen. Dan weten we in ieder geval wat er gebeurt in de stad. Op dit moment zie ik niks in de radio staan. Ik weet niet of die het doet en of die werkt is. Laten we in ieder geval even op patrol gaan. Even kijken. Hoe kunnen we praten in deze radio? Hoe werkt dat? Oh, hij staat nu groen. Laten we even checken of hij werkt. Hij werkt. Ik denk dat ik het pas zie als er gepraat überhaupt is, terwijl die open stond. Nou, laten we deze weg even afrijden. En, nou, er zijn genoeg burgers om te controleren. En er zijn maar 2 politieagenten. Nou, dat belooft wat goed. Ik weet niet of je ergens een melding in kan zien of zo. Laten we onze Honak ook even aanzetten. En laten we hier eventjes naar beneden toe gaan. Want we weten natuurlijk dat hier de wapendealer zit. En wat, ik weet niet wat hier zit. Hier zit de koninklijke marché. Nou, dat mogen ze zelf oplossen met hun problemen. Kijk, daar staan ze al. Dus nee, daar hoef ik mij niet als mee te bemoeien. Ik hoor wel dat die boksen, dat zijn copyright muziekjes. Die hoef ik niet zo. Laten we even een kijkje nemen bij de wapendealer. Dan weten we in ieder geval hoe het er daar uitziet. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld een auto. Nou, gaan we eventjes kijken of hier wat te doen is. Kijk, wat gaat deze auto hier bijvoorbeeld doen? Dan gaan we even zoeken. Even kijken wat hij aan het doen is. Er zijn geen mensen bij de wapendealer. Wat is dit? Wat gaat u doen, meneer? Meneer? Hallo? Ik wil u even controleren als het mag. Even kijken naar zijn kenteken. 5 NLX 29. Gaan we hem eens even opzoeken in het systeem. Want je kan dus ook. Goed. Nou, we waren net dus doodgeschoten. Dus laten we eventjes op een nieuw patrol gaan. We gaan eens even kijken op de snelweg. Daar zijn vaak wel wat dingen. Het punt is, je krijgt hier zo snel geld dat iedereen een wapen kan kopen. Dus je wordt snel doodgeschoten. Dus het is een beetje jammer dat de roleplay daar ten koste van gaat. Nou, we laten de wapendealer even met rust, want daar schiet je gelijk dood helaas. Oké, nou, laten we in ieder geval even een rondje gaan rijden op de snelweg. Misschien komen we daar nog wel iets tegen. Het is een 80 weg, dus we mogen hier 80. En dan gaan we mee met deze bocht. Deze heb ik vorige week niet behandeld. Oh nee, dat was afgelopen woensdag heb ik deze niet behandeld. En kijk, deze scooter die is asociaal bezig. Dus laten we die even, omdraaien. Dus even kijken, oké. Maar wij kunnen niks terug doen, want we hebben geen wapen. Dat is een beetje jammer. Ik zag in de chat dat je met Q kon rennen. Oh, nu gaat mijn hele auto naar de andere kant. Oh, en dan heb je hier je uithoudingsvermogen. En dan nu? Oh, kijk. In ieder geval degene die dat zei, zeg maar, dat je met Q kon rennen. Bedankt voor die tip. Heb ik ook zeker weten wat aan. Want nu kunnen we in ieder geval een beetje doorrennen. En dan kunnen we dus ook echt wat doen. Oké, nou, die persoon die probeert me helaas dood te schieten. Als ik bijna bij mijn auto ben, waarschijnlijk heeft hij daar echt op gewacht. Maar we hebben dus geen wapen, dus we kunnen niks doen. Misschien moeten we zelf even naar de wapendealer toe gaan om dus even een wapen op te halen. Want wij kunnen onszelf niet verdedigen tegen deze mensen. Ik zie dat we hier ook nog wel wat hebben. Laten we eens even kijken. Misschien kunnen we deze auto even controleren. Laten we die eens even controleren. Geluidsoverlast met zijn uitlaat. Asociaal. Laten we eens even kijken of die. Hij gaat er hierin. Oké, hier zijn we aangekomen bij de snackbar. Hij is zo te zien open. Nou ja, aangezien we ook nog een pauze nodig hebben, laten we eventjes wat te eten halen bij de snackbar. Als jullie nou vaak van dit soort roleplay video's willen zien, laat het even weten in de reacties.
Hallo, mag ik friet? Of zijn jullie net zoals de vorige keer bij dat kraampje hierachter met pauze? Oh, ik kan zelf mijn friet pakken, zo te horen. Ik zie hier iets staan. Verdachte dood. Oh, ja, nou, dat is vervelend voor die verdachte. Goed, laten wij in ieder geval even doorgaan. Hier staat een vrouw met een koffer. Gaat alles goed? Oh nee, ze heeft geen koffer. Dat leek zo door dit muurtje. Nou, ik denk dat alles wel goed gaat. Ze staat een beetje stil. We rijden nu door de villawijk. Ik weet niet hoe hard we hier mogen. Ik denk 30. Dus laten we uitgaan dat we hier ook 30 mogen. En ik zie hier de politie iemand staande gehouden. Dus laten we even kijken of we onze collega's kunnen helpen. Oh, ze hebben de weg afgezet. Voor een crash, geloof ik. Nou, laten we in ieder geval even kijken of we hierbij kunnen ondersteunen. Oh, ze hebben hier ook echt gewerkt met de natuur, zeg maar, omhoog. Dat is wel nice gedaan. Laten we in ieder geval voor onze amber aanzetten. En dan eens eventjes kijken of we zelf kunnen helpen bij de afhandeling van deze voertuigen. Even kijken. Wat is hier gaande? Waarom is deze auto hier? Laten we eens even kijken. Als het goed is, kunnen wij zijn kenteken opschrijven. En daarmee kunnen wij precies zien... Of hij, moet je ervoor staan of zo? Of moet je erop klikken? Want ik kan zijn kenteken kan ik niet checken. Als iemand weet hoe dit werkt, die kentekencheck, laat het ook even weten in de reacties. Want ik weet niet hoe dat precies hier gaat. Oh, ik probeer te lopen, maar gaat natuurlijk weer niet meewerken. Eens even kijken. Misschien moet ik het met streepjes doen. Dat tenminste, dat ga ik even proberen nu. Of het werkt niet hoor, dat kan ook. Oh, ik moet niet de 0 indrukken. Zoals jij weet hoe het werkt, zeg maar. Hoe dat kenteken... Oh, ik heb het al. Kijk, en dan kun je precies zien dat deze van NS Trein is. Dat is de eigenaar. En kunnen we daar dan ook nog een boete voor geven? Bekeuring geven? Nee, dat kan niet. Ik weet niet wanneer dat kan. Dat zal wel zo'n mogelijkheid zijn per rank. Eens even kijken hoe het hier binnen eraan toe gaat. Dag, meneer hoofdagent. Weer terug in de server. Ik was er heel even uitgekikt. Ik zie dat er nu wel een politietraining gaande is. Misschien moet ik dat even een keertje op gaan nemen. Een politietraining. Dus als jullie willen weten hoe dat nou precies gaat, laat het eventjes weten in de reacties. En oké. Deze auto rijdt wel heel erg snel. Oké, ja. Oké, nou laten we in ieder geval eventjes dan nog even die patrolronde afmaken. Dit is wel een ander soort video dan normaal, dus laat in ieder geval even weten of jullie dit leuk vinden en of ik dit bij andere servers dan ook moet gaan doen. Ik zie wel dat we hier een betaalautomaat hebben, in ieder geval voor de parkeergarage denk ik. Of wat is het? Nee, het is de Albert Heijn. Oh, ik dacht dat het een betaalautomaat was, die blauwe dingen. Goed, chasen we hier eventjes de hoek om. Dan gaan we even een rondje rijden over de snelweg. Als we daar niks vinden, keren we terug naar het politiebureau. En dan sluiten we deze dienst af. Er is op dit moment niet heel veel te doen voor mij. Ik zal even een paar trainingen volgen, zodat ik in ieder geval wat meer dingen kan, wat meer auto's. En laten we even weten bij welke server ik dan even moet kijken. Ik zag namelijk nog een paar servers voorbij komen die jullie wel wilden zien. Dus heb jij nou een server waar ik in moet kijken? Laat dat dus weten in de reacties. En dan zal ik even kijken of ik daar een dienstje mee kan draaien of iets in die richting. Lijkt me wel heel gezellig. Je hebt ook van die roleplay games. Misschien moet ik me daarvoor aanmelden. Op GTA bijvoorbeeld. En dan heb je 5M. Dus als jullie 5M willen zien, laat dat even weten ook in de reacties. Dan weet ik... Ja, ik vraag heel veel voor in de reacties vandaag. Maar als je dat wil zien... Laat het even weten. Dan weet ik in ieder geval wat jullie leuk vinden en wat jullie willen zien. En de map reviews blijven sowieso doorgaan. Maar aangezien ik op dit moment heel vaak op vrijdag of op woensdag en op zaterdag upload. Vraag ik me af wat willen jullie nou precies zien. Want op zaterdag kan ik dan bijvoorbeeld de map reviews doen. En op woensdag overige video's zoals 5M of een roleplay dienst überhaupt. En als jullie dat nou willen zien, laat dat dus weten in de reacties. En of het een goed idee is om dan de ene dag bijvoorbeeld 5M te doen en de andere dag
Roblox. Er is niet heel veel te doen op de snelweg. Ik wil eigenlijk nog wel even een persoon staande houden. Even kijken of dat nog kan, deze dienst. En ja, anders houdt het voor nu even op. Op dit moment is de helft van de server politie, omdat er natuurlijk een politietraining is. Ik zie hier nog wel wat mensen, maar die zijn helaas al staande gehouden. Ik denk dat hij wel een boete krijgt voor geluidsoverlast of in die richting. Eens even kijken. Dit is een HR-wijkagent. Ja, hij heeft wel een stopteken gehad, kijk maar. 1,5 meter. Ja, dat is dus wel echt iets leuks. Je kan hier alles doen wat je wil eigenlijk. Ik begreep zelfs dat je hier met kanker kon schelden, maar dat eruit is gehaald. Maar jongens, het slaat helemaal nergens op, joh. Het voegt niks toe aan de roleplay. Zorg gewoon dat je je daar zeg maar buiten houdt. We kunnen ook wel even zo'n Audi pakken. Aangezien hier zo'n Audi staat. Misschien staat hij op het slot, hoor, dat kan. Nee. Goed, pakken we deze wijk nog eventjes mee. En dan gaan wij langzamerhand weer terug richting het politiebureau. En dan gaan wij deze dienst afsluiten. En dan gaan we eens even kijken, ja, hoe deze video loopt. En of jullie dit nou leuk vinden. Als jullie dit op mijn kanaal willen zien, laat het dan in elk geval dus echt even weten. Dan weet ik wat ik moet uploaden. En laat even weten op welke dagen jullie wat zouden willen zien. En of ik moet gaan met de map reviews. Want daardoor ben ik zeg maar in een paar weken tijd hard gegroeid. Dus als jullie dat echt super leuk vinden, ja, dan ga ik daar natuurlijk mee door. De politietraining is nog steeds gaande hier. Nou, hier is de Audi. Laten we hier mooi achter staan. Ik wil nog wel even weten, hierachter kun je zien wat je dus kan als politie zijnde en welke rank je daarvoor nodig hebt. Ik wil nog wel eventjes weten of ik dus bekeuringen vanaf een bepaalde rank kan uitgeven. Telefooneenheden hebben, zeg maar, dat is vanaf student. Een klein schild heb je bijvoorbeeld, handboeien, een DNA-scanner. Maar die boete geven, dat ik weet niet helemaal hoe dat werkt. Dus even kijken of we dat nu nog een keer kunnen proberen. Nee, we kunnen niemand een boete geven. Ook niet deze mensen of zo. Of een burger die hier staat of zo. Nee. Oké, nou, laten we in ieder geval deze training niet verstoren. Er staan behoorlijk veel mensen. Ja, vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet even te liken en te abonneren. En bij de 100 abonnees hebben we dus die 500 Robux giveaway. Ik weet dat ik het in de vorige video zei ik het verkeerd, maar ik had er even aan het eind had ik even een sterretje toegevoegd. Oh, hier zijn ze bezig. Dus ja, die Robux giveaway zit er echt aan te komen. We zitten op dit moment op de 75 abonnees. Dus het gaat erg lekker, jongens. En ja, ik hoop gewoon dat het een beetje doorloopt. Ondertussen zijn mijn vaste dagen voor uploaden eigenlijk zaterdag en woensdag. Woensdag blijft een extra dag, dus het kan zijn dat als ik geen tijd heb of iets in die richting, dat er maar één video online komt. Maar ik ga vanaf nu dus proberen, zeg maar, gewoon alle twee de dagen te uploaden. En zaterdag blijft natuurlijk een vaste dag. Dus elke zaterdag om 5 uur heb je een nieuwe video van mij. En als je dit nou super leuk vindt, abonneer dus. Want nog steeds 50% van mijn kijkers is dus nog niet geabonneerd. Dus ja, ik hoop dat in ieder geval, ja, 50% zal niet lukken, maar in ieder geval 30% abonneert. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Laters.